Hallo, ik ben Peter de Smet, 25 jaar in dienst bij Sport Vlaanderen Baloise. Mijn functie in de ploeg is verzorger en maken aan de renners niks tekortkomen. Morgens voor de start maken wij met de verzorgers de eetzakjes klaar, de bevoorradingszakjes zogezegd. En daarin steken we twee bidons in. In het voorjaar durven we daar een carbougie in steken. Waarom? Omdat een carbougie kunnen we met warm water maken. Dat is heel goed. Het is fris, het is koud. De renders denken niet aan eten. En daarom, met een carbougie hebben ze voeding binnen. En ook een isotonendrank. Daarbij doen we ook nog eens twee soorten baars, waaronder een oud bar soms. Een keer een Nougat-bar, de gewone ethics-bar. En dan ook twee gelletjes, waaronder de caffeine-gel en de isotonic-gel. Meer bepaald naar het einde van de wedstrijd, dan gaan we nog met drinkbussen staan. En aan de drinkbussen doen we nog een gelletje. Of op het einde doen we nog een shot, een caffeine-shot. Waarom? In de finale, de wagen raakt er niet meer gemakkelijk bij. En daarom, als wij onder de 25, 30 kilometer nog kunnen staan, hebben ze nog een extra shotje caffeine binnen. En naar de zomer toe maken we veel gebruik van de hydrotaps. Waarom hydrotaps? Bij het warme weer transpireren de renners enorm veel, hebben ze heel veel vochtverlies en deze zouttabletten houden het vocht op bij de renners.